Hey, kijkers, ik ben Game. Welkom bij een nieuwe episode van Minecraft Survival. En ja, vandaag wil ik even beginnen met een paar suggesties die met de village te maken hebben. Dus eerst kreeg ik een suggestie van Colin S. En die zei, maak een molen bij de village. En dat vond ik een mooie. We hebben in Season 2 ook een molen gemaakt. Die was wel leuk, maar als ik er nu op terugkijk, kan het beter. Dus ik denk dat we het gewoon een beetje op een grotere schaal moeten doen. Dan gaat het gewoon allemaal wat beter. En ik heb er geen streepje voor gezet, maar dat maakt hopelijk helemaal niks uit. Ik kreeg ook nog een suggestie van Nancy M. En die zei plaats iron cones bij de village. En dat vond ik ook een goeie. Dan hebben we wat meer bescherming. Eerst wou ik dat niet doen, omdat we weinig iron hebben. Maar daarom zet ik het hier op, zodat we het een beetje kunnen onthouden. Dan later als we wat meer iron hebben, dan kunnen we dat gewoon doen. Wacht, ik zal even dubbel checken. Hoeveel iron hebben we nu? Ja, 58. Dan... En 1 iron golem, daar heb je 36 iron voor nodig. Dus dat is aardig wat. Dus daar wachten we gewoon even mee. Maar het staat op de suggestiemuur. Zodat we dat later kunnen doen. Iets wat ik deze episode... Wat ik als eerste wil gaan doen is... Dit even opruimen. Weer helemaal netjes maken. En even dit systeem tijdelijk uitzetten met het water. Ik heb nog geen oplossing gevonden. Is misschien iets wat we later gaan proberen. Maar ik wil de vorm gewoon functionerend hebben. Zonder al deze... Ja... Dingen die niet werken. Dus dan zorg gewoon dat hier geen water meer stroomt. Hoef dit ook niet meer omhoog te laten komen. Dat bespaart mij een heleboel gedoe. En dan hebben we gewoon een werkende farm. Totdat we een oplossing weten voor iets coolers. Of misschien laten we dat wel helemaal weg. Dus deze knop gaan we niet gebruiken. En ik ga de redstone van de gedeeltes die niet goed werken gewoon afsluiten. Zodat we er geen last van hebben. Kan ik de farm gewoon weer planten en gebruiken. Want dat is toch een beetje waar het om gaat bij een farm. En wat ik voor de rest nog wil doen, is iets wat ik, waar ik het al een tijdje over had. Ik wil gaan beginnen aan de flowergang. En dat komt waarschijnlijk hier. Hopelijk past dat een beetje. Minder ruimte dan ik dacht eigenlijk. Dan wordt het niet echt een gang, want hier is weinig ruimte. Maar we zouden hier wel een paar bloemen kunnen zetten. En dan het idee met de dispensers. Die er boomje op schieten. Die er dan boomje op schieten, zodat we oneindig veel bloemen krijgen. Dan doen we er... hoppers onder of minecart hoppers. En dat ze dan heel goed moeten kunnen werken. Dat is gewoon even een klein flower farm projectje. En dan gaan we daarna waarschijnlijk gewoon verder aan de storage room of verder aan de village. Maar als ik het een beetje wil variëren, dan ga ik gewoon verder aan de storage room. Want we waren in de vorige episode al bij de village. Ah ja, deze boom. Die is toch niet zo mooi. Dus die ga ik in ieder geval weghalen. Er komt iets anders voor in de plaats. Misschien gewoon een oak tree. Omdat die... Nou... Deze bomen kunnen een hele coole vorm hebben, maar ook een hele slechte, zoals deze. Deze is een beetje gemiddeld, dus die gaan we weghalen en er komt iets beters voor in de plaats. Oké, dus dan ga ik nu gewoon aan die flower farms. Dat zou een heel kort projectje moeten zijn, maar je weet hoe het is, hoe het kan zijn met korte projectjes. Die duren soms uiteindelijk de hele episode, maar we gaan het gewoon zien. En dan... dan kijken we wel. Dat krijgen we sowieso af. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. En misschien ga ik ook wel aan de slaapkamer. Ja, ik heb zoveel suggesties. Ik weet niet wat ik moet doen. Misschien ga ik ook wel aan de slaapkamer. Brian zei dat de mannenkamer en de slaapkamer samengevoegd konden worden. Dus dat is in ieder geval mooi. Want ik werd een beetje bang dat twee dezelfde kamers zouden worden. Maar we maken gewoon een slaapkamer die tegelijkertijd een mannenkamer is. De slaapkamer is echt het idee dat iets moois wordt. Iets groots en... goed versierd. Ik weet niet of ik het echt vaak ga gebruiken, want ik heb gewoon het liefst een bed naast de plek waar ik bouw. Dus dan gebruik ik, als ik buiten de base bouw, of misschien hier beneden, en als de mannenkamer bijvoorbeeld hier is, dat gaat er waarschijnlijk niet zijn, maar even een voorbeeld. Als ik daar aan het bouwen ben, plaats ik mijn bed daar, en dan ga ik niet steeds naar boven lopen naar de slaapkamer. Dus het is meer gewoon voor de sier en voor de leuk, omdat het bouwen gewoon leuk is. Maar ik ga het waarschijnlijk niet al te vaak gebruiken. Ja, genoeg gepraat. Ik ga... het eerste wat ik ging doen was dit fixen. En daarna gaan we die flower farms maken. Oké, voordat we beginnen met bouwen, wou ik dit even testen. Ja, want het blijkt dat we maar twee dubbele planten hebben. Hier hebben we de sunflowers en de rose bushes. Maar voor de rest, ik zie hier eigenlijk helemaal niks. Dus ik wil nog wel even wat proberen met ferns en gras. Jullie weten waarschijnlijk allemaal wel dat als je die plaatst... En als je dan boomwiel erop doet, dat je dan de dubbele planten krijgt. En even kijken. Wat ik me dus afvraag, krijg je... Nee, oké. Ik dacht, misschien krijg je hier, wordt het hier ook geduplicate als je er met boomwiel op klikt. Maar het heeft geen effect. Oké, dat is jammer. Ik dacht dat het misschien zou werken. En als ik dit share, dan krijg ik ook gewoon een normale ferns en normale gras terug. Dus dat werkt niet. Nou, dan is het een beetje jammer eigenlijk.
Dan hebben we dus maar twee dingen waar we nu vorms voor kunnen maken. Sunflowers en rosebushes. Nou, het voordeel daarvan is natuurlijk wel weer dat we weinig ruimte nodig hebben. En we hebben hier heel weinig ruimte, dus dat komt goed uit. We kunnen het hier gewoon makkelijk verbergen eigenlijk. Dus ik denk dat we het dan gewoon zo doen. Zou het beste zijn om hier gras van te maken. Dus dat is dan ook misschien nog iets om aan te denken. En ik hoop echt dat de sunflower de goede kant op staat. Nee. Nou ja, een beetje. Als je naar beneden kijkt, dan zie je hem. Dus dat is wel cool. Kijk, hij gaat natuurlijk naar het oosten. Omdat de zon daar opkomt, zal het waarschijnlijk zijn. Is waarschijnlijk de gedachte daarachter. Dus ja, hebben we misschien een beetje ongeluk mee. Ook al zie je het van deze kant wel goed. Dus ze staan er niet echt in het midden. Valt op te lossen als we nou even stone bricks maken. Ja, kijk, het hele design van deze poort is nog niet echt duidelijk voor mij. Dus wordt het misschien nog lastig. Laten we even kijken. Ik ga nu even heel erg saai gewoon met stone bricks een pilaar maken. Kunnen later nog details aan te pas komen. Ja, kijk, nu hebben we iets wat in het midden staat. Dus dat is wel cool. Waarom is hier hardened clay? Ik heb echt geen idee eigenlijk. Redstone clay is hier. Oh, dat is gewoon dat zijkantje wat doorloopt. Maar het is misschien mooier om wol in het midden, om net als in het midden wol te hebben. En er moet ook zeker nog wat verlichting, want zo is het niet altijd mooi. Dus misschien is het best om hier gewoon twee sea lanterns te doen. Een beetje overdreven, maar is misschien wel mooi. Oeps, daar gaat mijn sunflower. En ik denk dat we dit... Ja, we kunnen het... Ik dacht eerst dat ik gewoon ergens een lever ga hebben. En die zit dan aan een klok, zo'n comparator klok. Dat is nog steeds het plan. Maar ik dacht eerst dat we gewoon één klok zouden hebben voor het ene ding. Dat je de lever overhaalt en dat ze dan allebei beginnen met farmen. Want ik vond het een beetje gedoe om voor elke vierde bloemen... Want ik was eerst van plan er vier te doen, maar blijkt dus dat we die niet hebben. Het lijkt me een beetje gedoe om voor elke vierde bloemen een aparte klok te maken. Dat lijkt me een beetje veel resin voor zo'n klein projectje. Maar kijk, nu hebben we er maar twee. Dus nu is het best wel te doen om twee aparte kloks te maken. En het is ook een beetje stom natuurlijk als je maar één bloem nodig hebt. En als die ander dan ook gaat farmen, is misschien verspringen van boommeel. Ook heb je het op den duur misschien toch nodig. Oké, dus dat is dat. En ik realiseer me nu wel. Je kan natuurlijk wel gewoon onbeperkt veel ferns en gras krijgen. Als ik gewoon dit doe. En als ik het share, dan krijg ik er twee terug. Dus dat is ook nog een idee voor een farm. Ook al is dat niet echt iets wat ik vaak zou gebruiken. Ja, kijk, die bloemen zou ik ook niet vaak gebruiken. Maar dat is gewoon heel makkelijk te maken. En bij dat gras moet je zelf nog oogsten en zelf planten. Ook al zou het oogsten misschien geautomatiseerd kunnen worden. Maar dat is ook wel een cool idee. Maar dat gaan we hier nu doen. Gewoon met de bloemen. Dus ja, ik ga het hier even wat mooier maken met wat verlichting. En dan kunnen we beginnen aan de redstone. Oké, dus gaan we misschien een beetje anders werken dan ik had gepland. Ja, hier had ik eerst die sealanters aan beide kanten. Maar er moet natuurlijk wel ergens een chest komen. En die chest komt waarschijnlijk best wel diep te staan. En dat heeft ermee te maken dat, dat items natuurlijk makkelijk naar beneden gaan, maar niet zo makkelijk naar boven. En ik vind het een beetje veel gedoe om voor zo'n kleine om voor zo'n klein apparaatje een hele item elevator te gaan maken. Nou, ik moet hier waarschijnlijk wel weer wat dingen voor gaan slopen. Ja, de sunflower moet helaas weg. Alleen heb ik geen inventory ruimte, dat is weer heel vervelend. Even kijken, maar die items worden gewoon opgepakt, dus dat is wel weer fijn. Dus de hopper minecart, die kunnen we hier opzetten. Laten we even kijken hoe goed dit allemaal uitkomt. Die komt daarop te staan. En kan ik de rails dan weghalen? Nee, dat kan geloof ik niet echt. En nu zitten de items daar weer in. Dan ga ik dat ook voortaan maar gewoon niet proberen. Om de rails weg te halen. Oké. Het zou moeten kunnen eigenlijk, maar is niet mogelijk. Oké, dus we doen rails en dan de hopper. En dan komt dus het deurblokje. Als ik het had. Ja, daar zit het. Dan komt het deurblokje. En dan kunnen we de bloem erop doen. Zit nu allemaal in de hopper. Zo. Dus dat is het plan. En als het goed is, vallen alle items dan gewoon door de grond. En dan komen ze in deze hopper terecht. En dan kan de chest dus hier komen. Die kan ik daar neerzetten. En ik heb het zelfs nog een blokje te diep ingeschat. En dan kan ik die sea lantern kan ik heel mooi onder de chest doen. Zo. Dus de chest zit nu aardig diep. En ik weet niet of het te diep is. Laten we even kijken. Het is nu wel mooi verborgen. Dat is misschien wel een voordeel. Je kan er nog wel bij. Met een beetje moeite. Dus ik denk dat het best mogelijk is. Het is best wel te doen. En als we de wanden nog een beetje doen met sprucewood, dan wordt het ook allemaal wat mooier. Dus dat is even het eerste deel. Dat was even belangrijk voor de rest van het design namelijk. Waar de chest komt. Want daar bouwen we alles een beetje omheen natuurlijk.
En ja, als we dat eenmaal hebben, weten we ook hoe we het design kunnen doen. Dus dat wordt gewoon nog even wat... Ja, ik moet nog wat dingen bedekken met spoerzoet en zo. En dan doe ik dat ook aan de andere kant. Dan kunnen we gaan beginnen met de kloks. Dus ik heb nog nooit zo'n flowerform gemaakt. En ik heb ook nooit echt mee geëxperimenteerd. Dus ik weet niet zeker of we ook met twee dispensers tegelijk er wat van kunnen krijgen. Ik denk het eigenlijk wel. Maar laten we even kijken. Als het goed is, power deliver beide gedeeltes. Ja, dat werkt. Toch? Want ik heb nu gewoon twee gekregen. En ja, dat was ook te verwachten. Er vallen gewoon best wat items daarop. Ja, wat gaan we daaraan doen? Daar kan ik wel ook iets zetten om het op te pakken. Maar dat is een beetje gedoe. We kunnen eigenlijk beter gewoon hier wat omhoog bouwen. Zodat de items er überhaupt niet komen. Dat bespaart dan weer wat hoppers. Dus dat is heel mooi. Maar we moeten wel echt iets aan de zijkanten doen. Ik denk dat dat eigenlijk... misschien kunnen dat wel leaves zijn. Dat zou cool zijn. Ja, ik wil wel iets transparants zodat dat licht er nog mooi doorheen komt. Ja, misschien kunnen we het wel een beetje versieren met leaves. Of misschien glas. Of iets anders. Dus dat kan best wel cool zijn. Ja, zo te zien kan het dus gewoon met twee dispensers. Dat is super cool. Is het nog makkelijker om dice te krijgen? Wauw, het is nu echt helemaal geen punt meer. Nou, dat is heel mooi. Dan moet ik wel nog even een extra dispenser craften. Dus dat ga ik doen. En dan gaan we eerst even de kloks maken. En dan zien we wel wat we voor de rest met het design gaan doen. Ja, oké, dat is het. Dat is alles. Dat is alle redstone. En dat was 64 boommeel. Verdeeld over twee dispensers. Ja, dat is mooi. Alleen, er is natuurlijk heel weinig opgevangen. Hier moeten we echt wat aan doen. Echt wat veranderingen aan het design moeten er gemaakt worden. Maar ja, dat is gewoon alles. Dat was de redstone. Nou kijk, dit was echt een klein redstone projectje. Dat van de vorige episode... Dacht ik dat het klein zou zijn, maar was opeens heel groot. Maar dit was tenminste echt klein. En ja, we hebben hier een beetje water vlak boven ons hoofd. Maar dat is hopelijk geen probleem. Hopelijk maken we er geen fouten mee. Oké, dus dat is eigenlijk alles. Ik ga het nu alleen nog even aan de andere kant precies hetzelfde doen. En dan kunnen we nog gaan kijken naar het design. Wacht eens even. Op deze manier wordt de bovenste dispenser helemaal niet gepowered. Er zit ook gewoon nog 16 boommeel in. Ja, dat is niet goed. Alleen de onderste wordt gepowered als dat een volledig blokje is. Dat was het. Heb ik dat net... Blijkbaar heb ik dat net gesloopt. Want het was net wel een volledig blokje, anders hadden we helemaal niks gekregen. Dus dit moet gewoon recht in die dispenser wijzen, anders werkt het niet. Dus we moeten het een beetje anders gaan aanpakken. Oké, die fout van mij net was heel erg dom, waarom het niet gepowered werd. Maar dit snap ik echt niet. Waarom krijgt deze geen power en deze wel? Dit zou echt gewoon moeten werken. Het is ook niet dat deze vanaf boven wordt gepowered. Dat is echt niet zo. Ik kan het zelfs nog hier ergens voor gaan doen. Ik heb hier een button en ik heb hier wat blokjes. Dit is zeker niet hoe een dispenser gebouwd wordt als ik hierboven een button doe, toch? Nee, dat is veel te ver weg. Dus dat zou niet moeten kunnen gebeuren. En toch gebeurt het. Ik zal even laten zien wat ik hierboven heb. Er is niks wat die dispenser kan poweren, behalve dat. En toch werkt het niet. Als ik hier iets in doe, geen probleem. Ik snap het echt niet. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Oh, en nog even voor de duidelijkheid. Dit hoort gewoon te werken. Ik zal hier nog even wat stone in doen. En hier zal ik even shears in doen. En dan kan ik het even goed laten zien. Dat werkt gewoon. Ze schieten allebei wat uit. En hier werkt het opeens niet. En het heeft ook niks met de snelheid te maken. Want ik kan hier... Als ik een langzamere klok zou hebben. Ik heb net getest. Dan doet hij het ook gewoon niet. En als iets met de snelheid te maken zou hebben, zou deze het ook niet doen. Dus weet je wat ik ga doen? Ik laat die bovenste dispenser gewoon. Ik weet niet wat daarmee aan de hand is. En ik doe het gewoon lekker zo. En ik zou dit misschien... Ik zou het misschien nog wat compacter kunnen maken, dat ik het liever naar beneden haal. Dus ik hou het gewoon bij één dispenser. Dat maakt het voor mij allemaal een stuk makkelijker. Oké, zoals je ziet, heb ik nu ook al wat gedaan aan het design. Er staan wat leaves. Als het goed is, kunnen de... bloemen nu niet meer naar de zijkant springen. Maar misschien kon dat al gewoon niet meer. Omdat we nu alleen maar de onderste dispenser gebruiken. Dus misschien zijn die leaves wel helemaal niet nodig. Ze zien er wel cool uit. Maar bijvoorbeeld op deze punten heb je niet echt detail. Dus we moeten nog wat cobblestone walls en stairs toevoegen. We moeten ook nog even kijken hoe we dit gaan doen. Ik denk dat ik hier een soort van... Ja, dit wordt wel een pilaar. Maar een soort van schuine die hier gaat overlopen naar het andere blokje met een ster. Zodat we nog toegang hebben tot de chests. En als het goed is, is het nu ook gewoon functioneel. Het nadeel van het design is dat ik niet kan zien wat er in de dispenser zit. Dus ik moet maar gewoon een beetje gokken. Ik kan het nu wel bijvullen met deze chests. Want er zit een hopper tussen. En het is nu, dankzij de leaves en dankzij de bloemen zelf, zijn die dispensers heel erg verborgen. Hier zie je het gewoon nauwelijks. Maar laten we even kijken.
Heb ik hier nog geen... Oh nee, wacht. Ik heb de boom hier wel gecraft, maar ik heb hem nog niet in de chest gedaan. Maar ja, hier kunnen we het dus in ieder geval inladen. Daar kan de stack in gaan en die gaat nu langzaam in de dispenser lopen. Waarschijnlijk is de comparator klok wel een stuk sneller dan de hoppers. Dus dit gaat even tijd nodig hebben. Als ik nu die klok aanzet, dan spuugt hij het zo snel uit dat deze hopper het niet kan bijhouden. Maar laten we even kijken. Als het goed is, ja, dat werkt gewoon. En dan zien we hier de bloem verschijnen. Dus dat is ook wel mooi. Dat is mooi dat het werkt. Maar het is ook wel jammer dat ook deze hopper net weer iets te langzaam is. Even kijken. Ja, nu is hij dus gewoon leeg. Daar kan ik nog wat bij doen. En deze werkt als het goed is ook precies hetzelfde design. Hoef ik niet eens te laten zien. En aanzetten. En daar gaat hij. En onbeperkt aantal bloemen. Dus dat is fijn. Ik ga ze nu wel weer uitzetten. Want het enige nadeel... Nou, er zijn misschien wel meer nadelen. Maar een nadeel is wel dat het veel geluid maakt. En daarom heb ik mijn bloksgeluid ook iets zachter gezet. Ik had het net op 4%. Omdat ik het een beetje zat was. Oké, dus dat is dat. We moeten het wel gewoon helemaal vol gaan laden met boomje. Omdat we dus niet kunnen zien hoeveel erin zit. Dus dat is een beetje jammer. Dus dat is dat. Het werkt nu gewoon en dat is heel fijn. Ik denk dat ik het liefst maar gewoon ga laten. We moeten wel nog wat aan deze poort doen. Want er zit hier zelfs nog dirt. En ik vraag me af, is hier... Nee, oké, er is geen water. Dit is gewoon nog dirt van het bouwen van de tunnel. Om even de vorm aan te geven was dat. En hier moeten we ook nog wat mee doen. Het zou het beste zijn om het water hier gewoon overal langs te laten stromen. Dus dat is ook wel een idee. Oké, nog even een laatste update op deze kleine apparaatjes. Ja, ik heb hier nog even kosten was toegevoegd en wat stairs voor de details zoals ik zei. En het ziet er nu iets beter uit. Het is wel best wel smal, maar het is beter dan die saaie overgang die we eerst hadden tussen leaves en stone bricks. En hier heb ik nog even een balkje gemaakt. En ja, dan is dit projectje af. Het duurde toch weer veel langer dan normaal. Hopelijk kan ik een beetje erin gaan knippen dat het niet meer dan de halve episode in beslag neemt. Maar het is wel een leuk projectje. Ja, is heel leuk om uiteindelijk in actie te zien. En hier heb ik nog iets gedaan met die pilaren. Ik weet niet echt of jullie dat mag. En ik weet ook niet of dit heel praktisch is. Want als we hier die stairs hebben en daar redstone. Ja, als we hier die stairs hebben zouden we daar de muur moeten doen. Maar daar is nu redstone, dus we zouden dat moeten verplaatsen. Of we zouden dit moeten schrappen en hier gewoon één muur van maken zonder hier die details die er nog voor zitten. Maar dat zien we later wel. Ik ga nu gewoon beginnen aan de slaapkamer. Eerst ga ik even bedenken waar ik die wil hebben. Oké, dus nu wil ik graag beginnen aan de slaapkamer. Maar ik wil eerst even die boom dus vervangen. En het is toch belachelijk. Wauw. Nou, normaal gesproken zou deze boom er nog niet zo slecht uitzien. Maar in zo'n camera als dit past het gewoon echt niet. En dit is nu in totaal de vierde boom die ik heb geprobeerd. Maar ik ga gewoon nog even verder. En dan vind ik hopelijk wel wat cools. Ook al kan ik niks beloven. Misschien moet het wel uiteindelijk gewoon een custom tree worden. Of misschien een oak tree. Gewoon een standaard oak tree. Want die spannen dan wat minder raar. Maar dan past het in ieder geval goed in deze plek. Ja, hier kan ik mee leven. Het lijkt heel erg op de boom die we als eerst hadden. Maar het verschil is dat die dat blokje dan daar zat. En dat je dus drie blokjes aan die kant had en dan één blokje aan die kant. En dit is iets beter verdeeld. Dat is wel oké. Ik kan er wel mee leven. Oh ja, deze boomiel zou ik hierin gaan doen. Zo, even een heleboel boomiel. Heeft natuurlijk ook even tijd nog om dan in te laden, zeg maar. Oké, dus de slaapkamer. Nu kunnen we daar echt aan gaan beginnen. Dus het plan met de base. Ik weet niet of ik het daar echt over heb gehad. Het plan met de base is dat ik hier een tunnel gaan maken. En ik zal even aangeven waar die gaat komen. Die wordt in ieder geval 3x3. Dat is echt het minimum. Als ik het kleiner ga maken dan... Ja, dan heeft het... Het moet wel echt een grote base worden uiteindelijk. En dan vind ik het een beetje stom om zo'n klein tunneltje te hebben. Dus hier komt een tunnel 3x3. En... Nou, waarschijnlijk uiteindelijk 5x5. En het plan is om dan hier in het midden... Een trappetje naar beneden te hebben. Naar de slaapkamer. Dat is misschien een beetje raar. Maar ik denk dat het wel cool is. Gewoon een klein verborgen plekje. En dit is de... Het is eigenlijk de beste plek waar ik het kan doen. Want het is gewoon nog best dicht bij de trap hier. Want ik kan wel eerst die tunnel maken en dan ergens nog een zijtak hebben met een slaapkamer. Dat gaat het allemaal veel verder weg staan. Dus het idee is om hier naar beneden te gaan. Die maken gewoon een trappetje. En dan gaan we daar een best groot gebied op blazen. Want het wordt misschien nog wel een best grote slaapkamer. Dus ja, ik pak even wat TNT erbij. En dan kunnen we beginnen. Ik had bijna geen TNT meer. Ik had wel nog gunpowder, maar geen zand. Dus ik ben even zand gaan halen. En mijn shovel is bijna op, dus ik ga hem hier even ter plekke repareren. En dat is natuurlijk het handigste, want ik had hem ook bij de base kunnen repareren. Maar dan verspeelde ik die 170 users die hij nog had. Dus ja, nu is hij echt helemaal op.
Nu is het het handigste om het te repareren. Oké, dit is dus al het zand wat ik heb gehaald. En dit zand er nog bij. Ik ga nu even gewoon met de 4 stacks TNT die ik heb allemaal TNT maken. En dat is natuurlijk veel meer dan dat we nodig gaan hebben. Maar ik ben gewoon benieuwd hoeveel we kunnen krijgen. En anders zit het ook maar gewoon in de chest. Ik weet toch dat ik met die gunpowder TNT ga maken. Tenzij ik nog iets wil gaan doen met vuurwerk. Dus weet je wat, ik laat wel gewoon het achter. Voor het geval we daar binnenkort iets mee gaan doen. Dus ik craft gewoon even met die 2-6 gunpowder. Ik craft wel gewoon even TNT. Dat is natuurlijk ook meer dan genoeg. En kunnen we wat gaan opblazen. Oké, al het TNT is nu neergelegd. En jullie zien hier wat ik heb gedaan met de vloer. Ik heb het hier maar 2 blokjes dik gemaakt. Of in ieder geval, ik heb er 2 blokjes ruimte voor gehouden. En dat is dat als we hier misschien iets willen doen met verlichting. Of misschien een ingewikkeld vloerpatroon. Dat we daar gewoon de ruimte voor hebben. Dus hier komt het plafond van de slaapkamer. En wacht, het is helemaal niet goed doordacht. Want als hier een trap komt, dan zou het wel een hele steile trap moeten zijn. Want kijk, hier komt het plafond van de slaapkamer. Maar dit is niet waar de vloer komt. De vloer komt wat lager, zoals jullie zien aan die TNT. Dit is 12 TNT. Die ons is niet op de meest efficiënte manier neergelegd. Maar het maakt niet altijd veel uit. Dus het idee was eigenlijk dat het ongeveer 5 blokjes hoog zou worden. Dat is ook wat we gaan krijgen met deze TNT ongeveer. 5 blokjes hoog. Dus dan moeten we hier misschien nog een soort spiraaltrap van maken. Of gewoon een ladder, maar het zou wel saai zijn. Moeten we nog even kijken hoe we dat gaan doen. Want zo komt dat niet helemaal uit. Nou ja, laten we nu eerst maar gewoon kijken naar de explosie. Hopelijk steekt het elkaar allemaal een beetje aan. Het zou mooi zijn als ik het kon zien. Ja, ik kan het zo wel een beetje zien. Ja. Ik krijg wat damage, maar is het waard, denk ik. Oké, dus dit is aardig wat. Die kunnen we ook nog even opblazen. Dit is aardig wat ruimte. Dat is veel meer dan 5 blokjes in de hoogte. En het is ook wel groter dan ik had gedacht. Dus ik weet niet of ik alles ga gebruiken, maar het is toch altijd handig om meer op te blazen dan dat je nodig hebt. Omdat je altijd nog dingen in de muur wilt hebben. Misschien patronen in de muur of verlichting in de muur waarvoor je ruimte voor hebt. Omdat je het ergens achter moet doen. Dat soort dingen. Dus daarom is het handig om een beetje de ruimte te nemen. Dus we gaan eerst even kijken naar de trap. Oké, dus we beginnen gewoon met iets simpels. Ik heb hier wat acacia hout gebruikt. Ik denk dat dit best wel cool kan zijn. Is misschien wel een het is misschien niet het mooiste hout, maar het is in ieder geval een opvallende kleur. We moeten nog even kijken hoe het samenwerkt met andere blokjes. Als het niet goed samenwerkt, kunnen we altijd nog dark oak wood gebruiken. En ik ben ook van plan, en dat is eigenlijk best goed uitgekomen met die TNT. Ik ben ook van plan hier wat te gaan doen met water. Dat we hier misschien wat watervalletjes hebben en wat vijvertjes. En dat we hier dan het grote bed hebben. Dus dat kan nog best wel cool worden. Ik weet niet hoe ver we deze episode gaan komen, maar dat is in ieder geval een idee om iets met water te gaan doen. En misschien nog wel met wat bladeren en planten eromheen. Dus dat is een beetje het plan hier. En dan hoop ik dat het oranje een beetje gaat werken. Anders moeten we het ook gewoon vooral niet gaan gebruiken. En ik heb het dus een beetje aangepast. De trap die breidt zich nu iets verder uit in de kamer. Ik had hem ook wel die kant op kunnen schrijven, maar uiteindelijk is hier gewoon niet genoeg ruimte meer. En dan zou je een wenteltrap moeten gaan maken en het zou veel gedoe worden. En dit is juist het mooie. Het mooie is juist dat je er gewoon langs kan lopen. Of je kan er inlopen zonder al te veel extra moeite. Dus dit is eigenlijk meteen al een zijweg waar je gewoon heel makkelijk ook langs kan. En dat is gewoon het grote voordeel van dit ten opzichte van een wenteltrap. Want dan zou je hier bijvoorbeeld, als de trap zo draait, zou je hier ook trap hebben en zou je er zo niet meer langs kunnen. Dat zou meer gedoe zijn. Dus ik kan hier iets gaan doen met stone bricks. Moeten we wel even gaan kijken naar de details. Want er zijn nu nog niet al te veel details. Maar ik had een plannetje in gedachten. Eigenlijk moet het gewoon allemaal weg. Dat we zoiets gaan doen. En op de plek waar nu chiseled zit, kunnen we ook nog wat anders doen. Ja, dat is eigenlijk best wel mooi. Laten we het wel even goed verlichten. En hier staat natuurlijk, heb ik weer een chest geplaatst. Ik dacht, lekker handig, lekker dichtbij. Maar ik kan hem beter gewoon terugzetten. Oeps. Ik kan hem beter gewoon terugzetten waar die eerst stond. Oké, even alles weg. We hebben ook granite. Granite kan misschien wel werken met dat acacia hout. Want dat heeft allemaal een beetje een oranje kleur. Oké, nu heb ik die natuurlijk ook weer weggelegd. Ja, oké, die heb ik nodig. En dan gaan we zo gewoon om en om. En ik dacht misschien op de plek waar nu chiseled zit, kunnen we ook cobblestone doen. Als ik het überhaupt heb. Weet je, het probleem van altijd minen met silk touch is dat ik gewoon bijna geen cobblestone meer mine. Nou, ik mine helemaal geen cobblestone meer. Dus op een gegeven moment is het gewoon op. Dus dat is misschien een beetje een probleem. Mag ik dat? Nee, ik ga het voor nu even zo houden. Dat is beter. En ik denk ook eigenlijk dat we, kijk, hier eindigen op een ster. Dus eigenlijk moeten we hier ook op een ster eindigen. Dus als we dit even allemaal
weghalen. En we moeten even kijken hoeveel ruimte we hier nog naast hebben. Ja, hier hebben we dus twee blokjes. Dat is waarschijnlijk wat het gaat zijn. Dan eindigt het dus weer verkeerd. Dat is misschien jammer. Maar misschien is er een manier om dat te omzeilen. Oh, en hier komen we natuurlijk ook in aanraking met het plafond van de slaapkamer. Hopelijk is dat geen probleem. Zo. Dus dat is even het plan voor nu. Ik weet nog niet hoe de vloer er voor de rest omheen gaat werken, maar dat moeten we dan nog maar zien. Dit is tot nu toe best oké. We hebben al een aardig wat detail toegevoegd. En dit stukje weet ik niet zeker wat ik ermee aan moet. Tja, wat kan ik ermee? Ja, ik kan de ster ook wel helemaal naar achter verplaatsen, maar dat lijkt me niet zo... Ja, ik weet niet, het zou wel kunnen, maar dan... We hebben hier echt wel de ruimte, dus dat vind ik een beetje... Dan prop je dingen een beetje op elkaar. Het is nu zelfs al een beetje opgepropt. En het zou ook wel cool zijn als we hier die tunnel 5x5 maken, dat we dan doorgaan met het patroon. Dus dat ze ook wel de mogelijkheid hebben, meteen een idee voor het vloerpatroon daar. Dus ik ga denk ik off-camera even verder experimenteren. En dan ben ik zo terug. En misschien heb ik dan al beneden ook wat gedaan. Maar ik wil natuurlijk eerst even focussen op de overgang van hier vloer naar trap. Oké, ik heb weer wat geprobeerd. En het is best wel... Het is even wat anders. Ik heb overal de vloer een blokje verlaagd. En ik heb overal een rondje stairs toegevoegd. En dat is iets wat ik waarschijnlijk toch wel gaan doen. Want ik heb nu geen... Oh, ik heb wel slabs. Ik wil misschien hier op de grond iets gaan doen met slabs. Of misschien gewoon nog een stukje lager. En dan komen hier bij de chest misschien weer stairs, misschien ook niet, misschien komt er wat anders. Maar dat moeten we nog even zien. Dit is allemaal nog een beetje een idee. Dit is een beetje zo'n twijfelgeval. Is de kleur te fel en te raar? Ik weet het niet zeker. Laat me weten wat je denkt. Want het is gewoon zo, hoe meer je bouwt, hoe hoger je eisen worden, zeg maar. Hoe meer je hebt gezien, hoe beter... Je zeg maar denkt dat je weet hoe het moet, zeg maar. Ik heb nu een best wel hoge standaard, zeg maar, voor bouwen. Dus vroeger was het gewoon, ik bouw iets. En dan, oké, prima. Het ziet er wel leuk uit. En nu ben ik best wel wat kritischer geworden. Dus ik weet niet of, ja, het zijn misschien net iets te veel kleuren. Die bloemen zijn wel leuk. Die maken het net even af. Dus dat is cool. Die geeft ook echt het complete beeld met die boom. Dus dat is wel mooi. Ik ga het voor nu zo laten. Want ik wil ook niet al te veel tijd hier aan de storage room besteden. En ik weet zeker dat ik hier fences met torches op had gedaan. Maar die heb ik blijkbaar dan weer weggehaald. Dat zag er wel cool uit. Maar ik denk dat die had weggehaald omdat ik hier al sea lanterns had. En dat het toch al goed verlicht was. Maar het zijn wel gewoon coole dingen. En als ik boommeel had, en dat heb ik hier ergens in de dispensers wel. Als ik boommeel had, dan kon ik even wat gras toevoegen. Ik gooi dat wel even weg. En dat gaat er natuurlijk in de... gaat er natuurlijk hierin. Maar het maakt niet uit. Oké, ik pak even mijn boomiel. Kijken wat we kunnen krijgen. Kijk, het is deels een ocean biome hier nog. En daar heeft het gras een best wel coole kleur. Maar... Of nee, river is het. Oké, ook goed. Maar hier wordt het dan een savanna biome. En dan is het gras niet zo heel mooi. Ik vraag me ook af wat voor bloemen je kan krijgen. Maar ik denk dat je bij beide gewoon alleen maar de standaard bloemen kan krijgen. Oké, hier torch weg. Of is dat het donker? Even kijken, wat is het light level? Ja, te laag. Dan doe ik er voor nu nog even een torch. Het donkere zag er wel cool uit, maar we willen echt niet dat er mos gaan spannen. Dus nee, gaat hem niet worden. En iets wat we ook nog kunnen proberen even snel voordat we echt gaan beginnen met de slaapkamer. We krijgen er bijna niks aan af, maar het is een begin in ieder geval. En ik was toch al van plan hier aan een storage room iets te doen. Dus het maakt echt niet uit dat ik daar nu aan verder ben gegaan, denk ik. We kunnen hier nog trapdoors op doen. Ik weet niet of ik daar een fan van ben. Ik denk eigenlijk dat het wel... Ja... Het is wel cool, maar je ziet aan de zijkant toch nog de volledige blokjes. Nou, het valt te proberen. Ik denk dat ik het even overal doe. En dan kijk ik later in de volgende episode wel of ik het ga houden of niet. Nou, dan gaan we nu gewoon verder aan de slaapkamer. Oké, dit is wat we tot nu toe hebben. Ik heb hier dus een soort van vijvertjes gemaakt. En uiteindelijk gaat er water van een boven instromen. Ik realiseer me nu dat ik nog niks met de zijkant heb gedaan. Maar dat komt tot later, dan komt dat later wel. Het plan is om... Oké, dat gaat niet werken. Het plan is om gewoon om alles gewoon te vullen met één laag water. Van één blokje diep. En dat kunnen we heel makkelijk vullen. En dan hebben we hier nog een soort van dingetje in het midden. Ik weet niet zeker of we dat gaan houden. Misschien maken we ook wel gewoon één pool van. En dan komt hier ergens bijvoorbeeld... dat is niet echt wat ik wou. Maar misschien kan het ook wel cool zijn. Dat was niet echt de bedoeling. Ja, het verspreidt een beetje veel. Dus ik geloof dat als we het één blokje... verder naar achteren doen, dat het dan niet gebeurt. Dus als we dit doen,
Ver is dat beter? Ja, oké, dat is waarschijnlijk beter. Het ziet er net even wat mooier uit en wat minder groot, want was het gewoon veel te groot. Oké, en hier doen we dan tweede. En dan zou dat er hetzelfde uit moeten zien. Ja, het was best wel cool. Als je dat gewoon aan beide kanten hebt, dan loop je er zo langs en dan heb je echt zo'n... Ja, ik weet niet. Het geeft gewoon een heel erg... het geeft gewoon een heel erg mooie sfeer aan de kamer als het wat stromend water heeft. En hier had ik dus nog een poortje kunnen doen, maar ik denk dat ik het vrij laat voor de muur die misschien hier ergens komt. En dan komt hier dus dat grote bed. Moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Want ik wou eigenlijk gewoon twee bedden naast elkaar zetten, maar... dit is een oneven getal, dus ik kan het best gewoon één met bed in het midden zetten, want dan staat het mooi in het midden. En dat kan natuurlijk niet met twee bedden in dit geval. Dus dan doen we gewoon een enkel bed, is natuurlijk ook prima. Maar dat is ongeveer alles voor deze episode. Ik maak alleen nog even deze gebiedjes af met het water. En dan kunnen we later meer doen aan het design. Bijvoorbeeld hier moeten we nog iets mee doen met dat hele randje. En misschien waar het water uitkomt. En dan komen natuurlijk overal leaves en andere natuurlijke dingen omheen om het er wat mooier uit te laten zien. Zo. En dan, hoe hoog hadden we dat? 3 blokjes erboven. Oké. Zo, dus er is wel nog best veel wat we hier aan kunnen doen aan de slaapkamer. We hebben een begin aan het project gemaakt en ook een beginnetje aan dit gebied. En weet je, het is vandaag Koningsdag, dus het is misschien toch wel toepasselijk hier dat we Acacia Wood hebben gebruikt. Dus het is misschien een beetje felle kleur. Ik weet nog steeds niet zeker of ik dat wil houden. Misschien kun je het ook wel met Birchwood doen. Zou misschien veel mooier zijn. Dat komt allemaal later wel. Ik ga nu alleen nog even de abonnees opschrijven. En dan ga ik de episode afsluiten. Ik wil voor deze episode Gaming Heaven, Ron T, Karin B, Ruben K, Yara H, City, Sempro Games NL, Sharona W, Maureen van B, FNAF, Rayongoi Club en Dutch Player HD heel erg bedankt voor het abonneren. Dus dat waren de abonnees van deze episode. Wat vooruitgang aan de base. Precies 2, episode 35. Abonnees. Dus we hebben nog altijd de suggestiemuur. Hij raakt wel heel erg vol, maar ik denk dat ik... Kijk, ik kan daar nog wel wat science kwijt en daar nog wel wat science kwijt. Als het echt helemaal vol zit, dan ga ik het ook nog gewoon even in een bestandje bijhouden als we nog extra suggesties krijgen. En het is natuurlijk ook wel zaak als we een paar van deze suggesties gaan afwerken. Maar met sommige zijn we gewoon al bezig. Zoals de chestroom zijn we mee bezig, met de slaapkamer zijn we bezig. En dat is ook meteen de mannenkamer. Maar die kan ik weghalen, want dat wordt samen met de slaapkamer één ding. In de volgende episode waarschijnlijk Cave Explorer, want we hebben nog steeds heel weinig iron. Ik heb nu ook weer een heleboel gebruikt en allemaal hoppers en zo. Dus ik moet echt, ik heb echt meer iron nodig. Dus Cave Explorer, dat is wat in de volgende episode in ieder geval gaan doen. Maar ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat is het alles voor nu. Tot de volgende episode.